Hij zit opgepakt door spoorwegenpolitie voor bezit van drugs, wangedrag en zwart rijden. Drugs! Je favoriete YouTuber is verslaafd aan drugs. Het geweldige hoe de media altijd zo het titel zo intens kan maken dat het lijkt alsof ik ben opgepakt omdat ik 10 pakketten coke bij had of zo. Mijn spoorwegenverhaal video waarin ik ben opgepakt in Antwerpen Centraal is een beetje, ik weet het niet, uitgelopen of zo. En die is zelf bij de media gekomen. Ik weet niet of ik Tag Mac Media kan noemen of zo, maar het wordt wel gelezen door fucking veel kinderen. 90% van die kinderen zijn jonger dan 12. Die hebben waarschijnlijk wel al eens gehoord wie ik ben. En dan ineens zien ze een artikel. Hij zit opgepakt door spoorwegenpolitie voor bezit van drugs. Oh shit. Toen ik 12 was en ik hoorde het woord drugs, dan dacht ik ook van oh. Oh! Dus alle mensen die zo mij niet kennen zagen dit artikel en die hebben daar heel leuk op gereageerd. Want deze YouTuber zit aan de drugs! Al die 12-jarigen flippen op mij, maar zingen wel gewoon leuk. Koetje gang mee. En lachen met Lil Pump en vinden Lil Pump leuk. Maar Lil Pump mag het wel doen. Jee. Lil Pump, oeh. Lil Pump, ja. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk te zijn voor jullie. Een beetje die voorbeeldfunctie hoog te houden, maar ik bedoel, eerlijk zijn op YouTube is niet alles. Als elke YouTuber eerlijk zou zijn over wat je allemaal doet, joh, dan kijken jullie allemaal geen s*** meer. Maar, oké. Ik sta liever bekend op het internet als iemand die is opgepakt met drugs, dan dat ik bekend sta of niet bekend sta als een YouTuber die toch wel pedofiele of toch wel dingen gestuurd heeft naar minderjarige meisjes. Maar voor sommige mensen is drugs erger dan dat, dus hey. I'm a drug addict! Het gaat niet echt om dit artikel, want uiteindelijk is dit artikel wel te doen, denk ik. Het plan was simpel. Naar een feestje gaan, niet slapen, naar Brussel-Zuid gaan om de trein te nemen naar Amsterdam. Jammer genoeg stonden er wel 4 agenten van de spoorwegenpolitie hem op te wachten. Bij zijn aankomst in Antwerpen. Hij werd gefouilleerd waarbij ze wiet vonden. Veel wiet. Veel drugs. Ik denk dat de meeste mensen gewoon volledig lijp zijn gegaan om het feit dat ik het woord wiet gebruikt heb. Ah, wiet! Call the cops! Wiet! Ik bedoel, de reacties op dit artikel. What the fuck, man. Hij begon zelfs te wenen. Oh my god, dat is kei erg. Ja. Die is niet goed bezig, hè. Helemaal van het padje. Ik ben zo'n slechte fan geworden. Ik wist dat niet. Dat kan niet zijn. Het kan niet. Het kan niet! Mensen doen hier zo fucking lijp over, omdat wiet is. Omdat drugs is. Shit! Daar werd jij vroeger fan van. Maar ieuw, ie is echt erg geworden. Wat een sukkel. Ik ben er echt klaar mee. Oh. Ik ben echt erg geworden. Het is klaar, ik ben er overgegaan. Volledig van het padje, mijn lijf is dood. Wow, andere dag. In plaats van dat iedereen gewoon normaal doet en het oké vindt dat ik, wat is gebeurd. M&M, zo'n grootste radio ding in België, heeft toch heel een, heeft een heel fucking uur of zo over mij gepraat. Toch even. M&M heeft dus een heel ding online op een radio gedaan over mij. En natuurlijk post de radio dan ook gewoon een artikel over mij. Basically hetzelfde als de vorige keer, maar de comments hier zijn. Hey! Volwassen mensen! Bij Tag Mac waren het allemaal kindjes. Leuke opvulling van de video. Hey, bedankt! Dankzij jullie kom ik aan die 10 minuten. Door fucking te veel wiet en zwart rijden. En dan nog eens op de grond getrapt en huilen. Wat? Hè? Hey, zit, ga de volgende keer met coke zwart rijden. Oké. Okay. Volgende keer doen we met coke. Die doet zijn tanden staan nog scherper dan die van uw necht. Kijk, ik wil zijn hoofd zo graag tonen en lachen met zijn. Het kan niet, het kan niet. Dat is gewoon. Na, frère, hai ik. Pa, afu, haha. Wouter van den Hoven. Het is de meest Belg naam dat ik ooit heb gezien. Gedraag je Belg. Het is niet grappig. Na, frère, hai ik. Pa, afu. Jij doet me denken aan de voetballers. Waarbij ik altijd leuke gesprekken had op school vroeger. Je madre en je padre zijn wit. Wouter van den Hoven. Hai ik, afu. Glenn de Klein reageert met ha. Hey, bedankt voor de ha. Dat is zo net geen haha. Honderden toeristen kunnen nog meer overdrijven. Kijk, ik heb ze niet geteld. Gewoon de hele perron stond vol. Er was echt veel volk. Dus gewoon in de middag op een zaterdag. Deze guy heeft al een YouTube channel. Dus we kunnen reageren op deze guy. De reactie was wel niet echt aanvallend of zo. Dus gewoon kort. Hoi iedereen, welkom bij een filmpje van MR. Eerste video. Hallo mensen, vandaag okay. Is Belgische Joey Craig. Nice. Dat was heel dom. Dat weet ik zelf ook. Maar kijk, het is gebeurd. En
Ja. Kijk. Iedereen wordt zo fucking boos hierdoor. Omdat ik eerlijk ben geweest. Omdat ik eerlijk heb gezegd dat de fucker is gebeurd. Gewoon puur omdat het wiet is. Moest dit met alcohol gebeurd zijn, niemand had het probleem. Ik had dus deze video op YouTube gezet. En ik heb daar nul slechte commentaar op gekregen. Ik bedoel, ik was zelf minderjarig toen. Maar dit vond iedereen grappig omdat het alcohol was. Mijn hoofd stond vol met halve puisten. Maar ik zag er vreselijk uit. Deze video heeft 213.000 views. Niemand heeft hier toen een probleem van gemaakt. Terwijl, ik zag dit. Luister gewoon even naar wat ik zag. Jullie combineer nooit drank en drugs. Doe nooit drugs. Ja, dat gebeurt dit. Eta. Dat ben ik. Een nieuwe intro. Ik was 15. En dit was door te drinken. Dit was puur door te drinken. Oh man, Eta, terecht. Dat vond iedereen gewoon grappig. Want als ik opgepakt word met mijn wietje. Klaar! Volledig van het padje! Er zijn veel YouTubers die ik volledig niet af kan. Deze guy is daar één van. Ik weet niet waarom. Zijn gezicht staat me echt helemaal niet aan. Maar stel je even voor dat ik doe wat hij doet in deze video. Maar dan gewoon met allemaal verschillende soorten wiet. Oh shit! Super janky. Ik weet niet wat hij doet in deze video, maar hij mengt gewoon alle bieren. En hij probeert ze te proeven, denk ik. Met blinddoek aan. Als ik dit zou doen met allemaal verschillende jonkos, zou heel de comments of toch 90% volstaan met mensen die zeggen: yo, dit kan niet! Dit kan gewoon. En zijn publiek, zijn kijkers zijn nog veel jonger dan die van mij, man. Iedereen vindt deze video hilarisch. Ik spreek het niet goed. Ik bedoel gewoon, ik snap niet waarom iedereen zo hard flipt op mij. Omdat ik eerlijk ben, maar dit kan nou wel. Drink geen bier met YouTubers. Huis gesloopt. Stel nu dat het was als rook geen wiet met YouTubers. Huis gesloopt. Nee, dan ging de comments volstaan. Maar visa junkies, jullie slopen huis. Maar als je dronken huis sloopt, dan is het grappig. Omdat alcohol grappig is. Kijk, ik weet dat heel veel mensen gaan zeggen dat ik echt erg ben door deze video, maar bedoel, ik word helemaal zwart gemaakt door allemaal mensen dat ik nu echt een junkie ben. WAAROM?! Ik was eerlijk. Iets wat ik van niet veel YouTubers zie hoor, eerlijkheid op YouTube. Bedoel, ik had er ook niks van kunnen zeggen, gewoon alles voor mezelf kunnen houden, maar ik vond dat jullie het wel mochten weten, dus. Is Danny de YouTuber dat ik eens naar moest kijken van jou? Oh my god, nu ga ik echt niet meer kijken naar hem, nu dat ik deze dingen weet. Slecht voorbeeld. Ik ga volledig stoppen met hier nog aandacht aan te geven, maar dit moest even, want ik bedoel, dit artikel heeft wel gewoon fucking bijna 500 likes, bijna 10 keer gedeeld. En als je deelt, zie je gewoon dit. Acid kreeg de even moeilijk in het station van Antwerpen Centraal. Opgepakt door spoorwegenpolitie voor bezit van drugs, wangedrag en zwart rijden. Ik bedoel, ik ga niet liegen. Als je dat leest, en je leest dat artikel niet, en je hebt mijn video niet gezien, dan snap ik wel dat je denkt dat ik echt gewoon een crimineel ben of zo. En dat ik allemaal illegale shit, heroïne en zo aan het smokkelen was op de trein. Dat ik die fucking conducteur heb uitgescholden, wat allemaal niet zo is. Ik ben geen slechte jongen. Ik ben wel een goed voorbeeld. Probeer gewoon mijn leven te leven op mijn manier. Ik drink gewoon niet zo graag alcohol, omdat ik dan echt helemaal ontspoor. Dan heb ik mezelf helemaal niet meer in hand. Dan doe ik allemaal domme dingen. Dan ben ik boos en dan huil ik en dan lach ik en dan ben ik weer boos. Alcohol is gewoon niet zo mijn muze. Laat je niet doen door de groepsdruk. Doe niet iets wat je niet wil doen. Doe het echt alleen als je er zelf volledig achter staat. Als je iets niet wil doen, doe het dan niet. Ik zit je met toch een kankerjunkie! Je hebt coke gesnoven in een fucking Fortnite video. Oké, je hebt gelijk. Dat weet je zelf ook, vriend. Superjunkie. Het klopt. Ik was echt coke aan het snuiven in die video. En ik heb nog een heel pak. Ja. Daar ga ik nu even om. Dit mogen jullie wel aan niemand zeggen, want dit is zwaar strafbaar als ik dit tonen. Shit. Dit mogen jullie wel echt aan niemand tonen. Ook niet aan jullie ouders. Liever ook niet aan de politie, want dit is echt heel illegaal. Dit is Dit is een vol pak. Straatwaarde van bijna 25.000 euro. Toen ik die video aan het opnemen was, dacht ik bij mezelf ook echt van, iedereen gaat wel doorhebben dat het fake is, bedoel. Maar er waren toch wel echt heel veel mensen die gewoon serieus vroegen van, oh my god, is het echte cocaïne? 100% real. Het is niet dat ik het daar opgeschreven heb met een stift of zo. Ik geloof niet alles waar op internet staat. Ik geloof wat je zelf wel gelooft. Dank je om te kijken naar deze video. Vanaf morgen komen er gewoon vlogs. Zelf dat ik weer ga vloggen. Dus dames en heren, dit was weer een leuke video. Een beetje shit op alles en mijn mening geven. Ik moest dit even maken, snap je? Dit was de filler. Omdat als je vlogt, dan moet je zo vloggen. En dan moet je zo één dag je spatie hebben. En dan heb ik deze video gemaakt. Dus vond je dit nu kut? Jammer. Tot morgen. Hallo.
Oh. Oh. Hè? Is dit een fucking jetpack? Is dit een fucking jetpack? Hoe gebruik je dit ding? Dit kan niet dat dit een jetpack is. Het lijkt er wel op, maar... Tracks the final eye of the storm location. Huh. Dit is niet... What the fuck?